Het volgende gebeurde in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Kush toe, over 127 gewesten. In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat die in de burcht Susan was, in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom van zijn heerlijk koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid, 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor het hele volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste, 7 dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijke paleis. Wit linnen en blauw-purperen kleden waren met koorden van fijn linnen en rood-purperen stof vastgemaakt aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Men gaf te drinken uit gouden bekers en alle bekers verschilden van elkaar. Er was zoveel koninklijke wijn als een koning kan geven. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koning Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasveros was. Op de 7e dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehuman, Bitsa, Sharbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de 7 hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros, dat zij koning Vasti bij de koning binnen moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid. Om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Zij was namelijk knap van uiterlijk. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het bevel van de koning, dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. Toen zei de koning tegen de wijzen, die de tijden kenden, zo immers was de handelswijze van de koning tegenover allen die de wet en het recht kenden, met name zij die het dichtst bij hem stonden, Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena en Memugan, de 7 vorsten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en vooraan zaten in het koninkrijk. De koning zei, wat moet men volgens de wet met koningin Vasti doen, omdat zij het bevel van koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd? Dat was overgebracht door de hovelingen. Toen zei Memugan ten overstaan van de koning en de vorsten, niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Het antwoord van de koningin zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man en zeggen, koning Ahasveros zei dat men koningin Vasti bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medië, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle oversten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en boosheid zijn. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet onherroepbaar is dat Vasti niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw, die beter is dan zij.
wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk, want het is groot, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorsten, en de koning handelde naar het woord van Memucan. En hij zond brieven aan alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis en de taal van zijn volk moest spreken.